We hebben hier in de uitzending Cathy Brokkelbank van Dokkers en Schopadvocaten. En we horen haar niet. En vooral Arnoud vindt het fijn. We zien haar ook. Cathy, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat ziet er ook goed uit. Oh, dat gaat heel goed deze. Ja, wat is dit? Zo. Ah, daar ben je. Ja, goed zo. Cathy, daar ben ik. Jij werkt thuis tijdens de coronacrisis? Ja, over het algemeen wel, ja. Ja, maar hoe doe je dat nou veilig? Want ja, het zijn natuurlijk allemaal waarschijnlijk gratis programma's waar mensen mee werken. Open source, zoals dat zo heet. Dat is een prooi voor hackers. Ja, ja, absoluut. En daarom heeft de autoriteit persoonsgegevens ook een aantal mooie tips voor ons op een rijtje gezet. Om ervoor te zorgen dat we dus ook thuis de privacy van onze klanten goed kunnen waarborgen. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die thuis werkt. Waar moeten we eigenlijk voor oppassen? Ja, waar moet je voor oppassen? Nou, er zijn een aantal tips. Nummer 1 is zorgen voor dat je goed controleert van wie je nou mails krijgt en wie is de afzender. Want wat heel erg bekend is in deze tijd is dat er veel phishing mails worden verzonden. En dan staat er bijvoorbeeld in het onderwerp informatie over het coronavirus of dit is een coronascan of wat dan ook. Nou, en als mensen die dan openen, dan vindt er soms een ransomware aanval plaats of gegevens worden gewist of het systeem wordt gehackt. Dus krijg je zo'n mail binnen, open hem dan niet en raadpleeg eerst even je ICT-hulpverlener of je ICT-dienst. Ja, dat je die ook gewoon, die is waarschijnlijk ook thuis aan het werken en die kan het op die manier dan ook eventjes beoordelen en eventueel ook oplossen. Tip 2. Ja, precies. Nou, tip 2 is zorg ervoor dat je gevoelige gegevens beschermt, dus ook tijdens het thuiswerken. Nou, dat betekent dat je dus gegevens over bijvoorbeeld gezondheid of over politieke voorkeur, financiële gegevens, dat je die niet op papier meeneemt en thuis ergens laat liggen, maar dat je ervoor zorgt dat die allemaal op de server staan van je werkomgeving. Hè? Dus dat je inlogt in de werkomgeving van je werkgever en dat daar buiten geen gegevens worden opgeslagen. Mm-hmm. En nou, is dat nou absoluut onmogelijk, dan zou je eventueel de gegevens op een USB-stick kunnen opslaan. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat die USB-stick ook versleuteld is. Ah, en dat mensen niet zomaar bij de gegevens kunnen. Ja. Tip 3. Tip 3 is dat je ervoor moet zorgen dat je van videodiensten of chatdiensten gebruik maakt die beveiligd zijn. Ja, we maken dan ook gelijk geen verbinding meer met jou. We zullen gelijk het beeldverbinding verbreken. Dit is wel beveiligd, toch? Deze, of niet? Dit is beveiligd. Ik mag het hopen. Dat heeft eigenlijk nog niemand uitgezocht. Ja, volgens mij wel. Ja, nee, dit is versleuteld. Ja, dit is, dit is versleuteld. Kijk. Ja, ja. Dan goed dat je dat even op. Ja. Wij zijn natuurlijk ook gewoon in het openbaar nu te zien en te horen. En wij bespreken ook geen gevoelige gegevens. Wij hebben het gewoon over algemene zaken die gewoon openbaar zijn. Ja. Maar ga je nou bijvoorbeeld in een call met je collega's of ben je een zorgverlener en ga je nu op afstand een consult geven, dan moet je ervoor zorgen dat je gegevens beveiligd kunt uitwisselen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld gebruik te maken van beveiligde videodiensten. Ik geloof dat er in de zorg veel gebruik wordt gemaakt van FaceTalk. Dat is een beveiligde videodienst waarbij je dus ook met wachtwoorden werkt. En je hebt natuurlijk allerlei andere diensten voor verschillende branches waar gebruik van worden gemaakt. En volgens mij bieden werkgevers die ook op grote schaal aan. Ja. Maar maak je nou gebruik van bijvoorbeeld Skype of WhatsApp of ga je via Facebook Messenger gegevens uitwisselen. Zorg er dan echt voor dat er geen gevoelige gegevens worden heen en weer gestuurd. En als je dan toch een gesprek met je collega moet hebben, omdat het noodzakelijk is, zorg er dan voor dat daarin geen persoonsgegevens staan of zo min mogelijk. En de autoriteit persoonsgegevens zegt ook, wis daarna ook je chat. Oh, ja. Zorg ervoor dat het niet op je telefoon blijft staan. Dat is belangrijk, ja. Ja. En dan de vierde tip, dat is de laatste, denk ik. Ja, dat klopt. En dat is, zorg er nou voor dat je ook een beveiligde internetverbinding gebruikt. Dus via de wifi moet je dat, daar kan je natuurlijk op werken, maar dan moet je ook in een wachtwoord moet je gebruiken. Ga dus niet in een open omgeving werken waar je in een, op een gratis netwerk zit. Bijvoorbeeld, kijk, nu zijn natuurlijk de horeca gesloten. Maar bij de Albert Heijn of zo, of bij de supermarkt bedoel je? Er zijn verschillende aanbieders inderdaad van open netwerken. Zorg ervoor dat je daar niet in werkt. Ik zei ook net al, zorg ervoor dat je in de beveiligde omgeving van je werkgever zit. Ja, dat is echt heel belangrijk. En vooral ook in deze tijd, let op al die phishing mails. Want de criminelen hebben ook ontdekt dat iedereen thuis en ook iedereen op het internet zit.
Ja, dat klopt. Het gaf ook net aan. Er zijn ook gevallen bekend van ziekenhuizen en supermarkten die worden aangevallen door middel van dit phishing mails, waardoor systemen worden platgelegd. En nou, juist in deze tijd mag dat echt niet gebeuren. Nee, die hebben hun tijd en aandacht wel even aan iets anders nodig. Schandalig ook. Heel schandalig. Zometeen praten we verder met Cathy. Want stel nou, je zit thuis. Je kan niet thuis werken. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan ook niet naar je werk. Maar je denkt, wacht eens even, ergens anders hebben ze me wel nodig. Misschien kan ik dan daar wel aan de slag. Mag dat zomaar van jouw baas? Dat gaan we zo meteen aan haar vragen. Nog steeds Cathy Brokkelbank in de uitzending van Okkers en Schop. Ja, ik vertelde het net al eventjes. Hè. Stel, je bent aan het werk. En, of tenminste, je kan niet aan het werk, niet thuis werken in deze tijd. Maar je wil wel wat doen voor een ander bedrijf misschien wel. Maar ja, mag dat zomaar? Dan moet je dan aan je baas gaan vragen. Ik vraag me af hoe ze daarmee omgaan. Cathy, is daar bij wet iets over geregeld? Ja, nou, wat het uitgangspunt is, dat je natuurlijk eerst kijkt wat zijn werkgever en werknemer daar samen over overeengekomen. Mm-hmm. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld iets in de arbeidsovereenkomst staat of dat partijen daar al eerder een afspraak over hebben gemaakt. Maar wat in het algemeen geldt, en daar moet je altijd van uitgaan, is dat je niks mag doen wat jouw werkgever schade kan toebrengen. En een heel goed voorbeeld daarvan is dat je in deze tijd bijvoorbeeld zou gaan inzetten voor of bij een concurrent van je werkgever. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet. Voor de rest geldt dat je dat altijd in goed overleg met elkaar moet doen. Dus geef aan dat je je graag wilt inzetten voor de maatschappij. En bedenk samen hoe je dat op een goede manier zou kunnen doen. Want wat ook geldt, is dat je ervoor moet zorgen dat je in een tijd als deze ook voldoende rust neemt. Zodat straks, wanneer alles weer gaat draaien, dat je fit bent en dat je ook weer aan de slag bent voor je werkgever. Ja. Dus wat je ook gaat doen, zorg ervoor dat je jezelf daarbij niet gaat overbelasten. En is het dan zo dat, hoe zit het dan met de betaling? Hè? Want in principe, als je dus nu ziek bent, hè, de overheid zegt blijf dan thuis, dat doe je dan ook. Dan moet de werkgever natuurlijk gewoon doorbetalen. Hè? Maar als je dan voor iemand anders gaat werken, hoe zit het dan? Want dan stuurt dan dat bedrijf een factuurtje aan jouw eigen baas of zo, om dat geld weer terug te krijgen? Nou ja, als je ziek bent geldt natuurlijk dat je absoluut niet de deur uitgaat. Mm-hmm. Maar als jij niet ik bedoel werken, dat je dan thuis iets kan doen. Als je voor je eigen werkgever niet thuis kan werken, maar je kan het voor een ander bedrijf eventueel wel doen. Dat bedoel ik. Ja. Nou ja, als je ziek bent, dan geldt dat je gewoon ziek gemeld bent. En dat je dan dus niet werk gaat doen voor een ander. Maar als je thuis bent en je bent dus niet ziek en je wil wel voor een ander wat gaan doen. Bijvoorbeeld je wilt gaan helpen bij een zorginstelling. Mm-hmm. Dan mag je daar ook wel voor betaald worden. Hè? En dan ga ik er ook weer van uit dat je dat in goed overleg met je werkgever hebt gedaan. Maar je kunt natuurlijk een beloning ontvangen voor nevenactiviteiten. Ja, ja, dat mag. Maar eigenlijk is de keyword is overleg het met je baas. Overleg. Ja, overleg, loyaliteit naar je werkgever. Dus niks doen wat jouw werkgever kan schaden. Goed voor jezelf zorgen. Dus niet je zodanig in gaan zetten dat je overbelast bent. En dat je straks niet meer aan het werk kunt bij jouw eigen werkgever. En je gaat natuurlijk niet concurreren voor jouw werk met jouw werkgever bij een ander. En daarbij geldt ook nog iets anders. Namelijk dat je soms ook wel juist heel blij kunt worden door wat je voor een ander doet. Dus in het algemeen wordt ook wel aangenomen dat het ook goed is voor de geestelijke gezondheid om je in te zetten voor de maatschappij. En neem dat ook mee. Hè? Want als je thuis zit en je merkt dat je daar juist heel erg verdrietig of negatief van wordt, dan is het juist weer goed om zoveel mogelijk je handen uit de mouwen te steken. Maar voor alles geldt, houd de balans, zorg goed voor jezelf. Maar stel nou dat je toch nevenactiviteiten doet, hè, dat mag ook allemaal van je werkgever, dat is allemaal prima, daar is een goed overleg gegaan. Ja. En er gebeurt iets. Ja. Stel, je breekt een been. Of in ieder geval, je eigen baas moet daardoor dus loon doorbetalen. Is dat dan nog steeds een risico van die werkgever? Ja, dat is echt heel vervelend. Dan gaan we echt op casusniveau. Dan ligt het er heel erg aan, wat voor werk doe je? En kun je je werk dan niet meer uitoefenen? Mm. Ja, en daar moet je dus goed over nadenken. Dat is wel iets wat je mee moet nemen bij je overweging om nevenwerkzaamheden te gaan verrichten. Als jij iets gaat doen waardoor je meer risico loopt op lichamelijk letsel, dan denk ik dat je daarvan moet onthouden. Ja, ik denk ook dat als dit soort zaken echt opgespeeld zouden worden tot een zaak, weet je, dan zal ook een rechter in ogenschouw nemen dat je het in het belang voor de bestrijding van die coronacrisis hebt gedaan. Mm. Dat zal hij vast meenemen.
Ja, dat zou zeker kunnen, maar dan is het even de vraag bij wie ligt dan het risico en wie moet, wie moet de gevolgen dragen van zo'n ongeval. Ja, het kan allemaal met een goede bedoeling zijn natuurlijk, maar het kan hele vervelende gevolgen hebben. Let er dus in ieder geval op.